Goedemiddag, jullie mogen allemaal gaan zitten. We gaan vandaag een aantal dingen doen. Jullie tafel gaat het grote WW-spel spelen en de andere tafels gaan vandaag met de iPads aan de slag. En jullie gaan een oriëntatiespeurtocht gaan opzoeken. Ja? Wil jij dat eens vlug uitdelen? Eentje per tafel is goed. Als je kleine vakjes geeft, zoals aardrijkskunde of natuurwetenschappen, vooral als je in een kleinere school staat, ben je meestal alleen in je vakgroep of heb je maar een aantal collega's. En om dan dingen te delen is het leuk als je KlasCement gebruikt, dan bereik je in feite gans Vlaanderen. En kan je materiaal gebruiken van collega's die in Antwerpen of in Limburg wonen. Welk land zou dat zijn? Het komt nu momenteel enorm in het nieuws. De Verenigde Staten, want wat is er daar nu aan de hand? Je werkt meestal met handboeken en die zijn niet up-to-date. En als je dan naar KlasCement surft, dan vind je heel snel materiaal van de actualiteit van de afgelopen dagen of uren zelfs. We hebben een winnaar!